ben net terug van anderhalf week vakantie in Tsjechië. En we zijn Praagje geweest en ik heb allemaal super goed geshopt. Dus dat wilde ik heel graag jullie laten zien. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik moet beginnen. Dus van Utrecht naar Praag is het makkelijkst via Hannover en Leipzig. Dus we hadden de route uitgestippeld en ik had al gekeken. Als je bij Hannover net... snelweg afgaat, zit daar een DM. Dat is 2 minuten rijden. En je wilt onderweg toch een pauze houden. Dus even kijken. Het is een best zware tas geworden. En dan zit daar de badspulletjes nog niet bij. Dit zijn alleen de make-upjes. Dus die ga ik als eerste laten zien. Omdat deze anti-red base. Ik zag van Ebeline zo'n schuin afgesneden kwast. Oké, ga ik dit fatsoenlijk laten zien. Ik heb een spiegeltje met 10 keer vergroting. Dat is echt super handig als je wenkbrauwen gaat doen. En achterop zitten van die zuignapjes. Ik hou van dit geluid. Zijn er meer mensen die dat geweldig vinden? Van die nagellakflesjes die tegen elkaar aan ratelen. Laten we maar eerst beginnen met de collectie die ik super graag wilde hebben. Weet je nog dat ik zei dat een soort van houtfacuurlijn kwam en die niet naar Nederland kwam? Die heb ik daar dus gevonden. Het is niet hetzelfde, er zijn geen holografische lakken, maar check die glitter. Ik moet hem even schudden, want hij heeft, ik weet niet of je het ziet, op één kant gelegen. En dekt niet heel goed, maar wel super leuk. En deze blauw, ja, ik was helemaal verkocht aan die blauwe van de Haute Couture, dus die wilde ik ook. En ik had zoiets van, ik neem ze allemaal maar mee en ze zijn vast ook wel mooi. Dus deze 5 lakken. De collectie heet Le Grand Bleu. Van P2 heb ik, deze heet Chili Breeze. En een iridescent. Het moet gewoon een topcoat zijn die je over andere lakken heen kan doen en dan een mooi effect geeft. Dus ik was er wel benieuwd naar. Dus de Nederlandse versie. De witte kunnen krijgen, maar ik zag deze zwarte van Duitsland collectie. En ik denk, laat ik eens proberen of deze ook gewoon met een laagje dekt. Dit zijn de 2 nieuwe Sandstyle lakken. En deze heten Dreamy en Joyful. En deze had ik al wel van een ander merk. Zo'nzelfde scentlak. Maar ze zijn echt super mooi. Dus, maar ik weet niet of je het ziet. Het is een heel ander flesje. Het is een beetje tussen ja, hun oude flesje in. En kijk, heb ik er eentje van? Ja. Yeah. Kijk, dit zijn hun volume gloss lakken. En dan dit de nieuwe. Dus het is een beetje er tussenin. Dit is trouwens California Girl. En het vond ik een hele mooie tielkleurige lak. Ik wilde een backup halen van de groene lak. En nog een rode scentlak. Maar die zijn er dus niet meer. Ze hebben een deel uit het assortiment gehaald. Je kan geloof ik van de... Even kijken, met deze 2 erbij hebben ze 13 scentlakken als ik het goed zeg. En je kan er geloof ik 8 of zoiets zonder deze erbij, zeg maar, kan je geloof ik in totaal uit het schap halen. Dus dat is wel heel jammer, want die lakken zijn dus bijna op en dit is jammer. 2 zulke lakken, All About Blue en Summer Calling. Hier heb ik nog een concealer meegenomen, pincet 1. Ik had daar dus een pincet gekocht, maar die heb ik al gebruikt. En die zit dus ergens in de toilettas. Ik zag daar 2 Show Your Feet lakken van Essence. En dit is Oceana en Cotton Candy. Ik 3 blauw-groene lakken. Splash wil ik al een tijdje kennen. Dit is Rollercoaster. En Beos de Brazil. Wij hebben thuis nu een bad. En dat is, voelt super luxe aan. Maar ik heb zitten kijken in Nederland bij de
doucheolie dingen en zo. En dat kon ik niet echt het leuks vinden. Dus ik heb daar twee van zulke meegenomen. Eentje met lavendel en ander vanille. En het schuimt nog eens goed. Want ik heb het op vakantie uitgeprobeerd. Ik had ook nog geen idee dat we daar ook een bad zouden hebben. Dus het kwam wel leuk uit dat ik onderweg wat spulletjes had gekocht. En ja, ik vind het wel heel fijn dat ze gewoon subtiel ruiken. Je ruikt er daarna, je ruikt het gewoon heel zachtjes op je huid. En niet dat je naar een bruisbal nog ruikt. En dat vind ik helemaal niet fijn. En daarom ben ik eigenlijk ook niet zo fan van Lush. Dat je de badkamer binnenkomt. Het is net alsof je een winkel binnenloopt. Ik heb wel spullen van Lush gehad, maar het is niet zo voor mij. Dus dit was het laatste van Balea bij de DM. Naast de DM hadden ze een Teddy Store. En ik weet, in Nederland heb ik één keer rondgekeken en daar hadden ze kleine leuke nagellakjes. Die heb ik daar niet gezien. Ik vind het wel een beetje prutsnagellakjes. Ik heb er wel een hele hoop haarspulletjes gezien. Dus dit is zo'n klem. 3 euro. Hele hoop steentjes. Nou heb ik mijn haar ook naar achter, maar dan met klemmetjes. En ik dacht, dan kan ik zoiets, dan heb je iets heel moois in je haar. En verder heb ik daar, door kocht ik dus meer haardingetjes. Maar eigenlijk oorbeldingetjes. Ik kocht zoiets. En dit is een soort van earcuff voor beide kanten. Met doodshoofdjes. En ik heb ze daar al gedragen. Oh. En ik ben de kartonnetjes kwijt. Maar kijk, nou, als je voor 1 euro heb je hierboven een cuff. En hier gaat gewoon een oorbel. Dan heb je hier met veertjes. En ik heb nog zo'nzelfde. Nou, met een skull en zulke spikes. Dus voor 1 euro vond ik het wel leuk om mee te nemen. En ik zal het niet heel vaak dragen, maar af en toe vond ik wel leuk. Dat is bij de Teddy Store. Daar was ik voor die paar items, die 4 items, was ik 7 euro kwijt. Kom ik een Rossmann tegen. En dat is een beetje hetzelfde achtergrondje als de DM. En daar hebben ze alleen wel andere merken. Waaronder Isabella Galvete. En Dermacol. Even kijken, ik kan nog iets van Dermacol. Dermacol is een merk dat ik verder niet ken. Maar ik vond het zo'n nagellakje. En deze doet me denken aan Essence Choose Me. Dus dat vind ik echt een hele mooie lak. Dus die wilde ik graag hebben. En ik kocht een blush. Ik zal even het topje eraf halen. Hij ruikt echt heel zoet naar vanille. Ik vond het patroontje. Ja. Want een beetje dat snoepjes van hier, dat spekjes. Dus dat vond ik wel grappig. Maar ik ben bang dat je het op je wang ook nog ruikt. Ik heb het bij de Bourjois blushes. Ruik je dat ook nog. Maar dit is een duo blusher van Dermacol. Volgens mij was die 3,50 euro. En de laaglak 2,50 euro. Maar dat weet ik niet zeker. De zonder prijs is Dermacol. En daarnaast stond ik voor het schap van Gabrielle Salvete. En ik kon gewoon niet kiezen. Dus ik heb daar heel gekleurde zandlakken gekocht. Een lila, een roze en een peach. En die peach die heeft net als bij Kosh van die glitters erin. Dus voor 2 euro per stuk nam ik deze allemaal mee. Ik nam zulke sugarlakken mee. En hier zit allemaal glitters in. Dus ook deze van Gabrielle zal weten. En als laatste van Gabrielle nam ik zo'n glitter mee. Het schap was daar redelijk geroofd, maar ze hadden volgens mij zulke glitters aan de swatches te zien. Hierbij stonden zulke glitters, maar dan in andere kleuren. Dus ik had zoiets van ja, horloge is wel heel mooi. Maar laat ik maar bij één kleur houden. En verder heb je daar een merk. Die heb ik toen de vorige keer in Tsjechië ook gekocht. Die heet She.
En het is een beetje een lege groene kleur. En ik kocht van Maybelline toen Metallic Colorama. Er staat ook geen naam bij of iets. En 292. Maar ik vond deze wel heel mooi. Dus dat bij Rossmann. En nou komen de high-end spulletjes. Want ik ben bijvoorbeeld MAC geweest. En ik wilde heel graag deze hebben. En een beetje stom, daar kost hij een stukje meer. Dus ik heb daar geloof ik 46 euro voor betaald. Maar ik wilde deze hebben. Dus een quad met deze vier kleuren. Dus daar kun je nog wel looks mee verwachten en dergelijke. Die stond op mijn wishlist toen ik foto's van de collectie zag. En ik was daar aan het kijken naar een lipstick. Want ik wilde eigenlijk al een hele tijd een lipstick van MAC. En daar kwam zo'n make-up artist naar mij toe. En die zei van ja, je kan wel uitproberen. Dus ik kwam met een bekertje alcohol. En dan desinfecteren en kan je het op je proberen. En ik had er twee geprobeerd. En ik zag het er maar bleker uit. En uit zoiets van, weet je wat, ik ga wel iets pakken. Dus op zijn beste Engels heeft hij deze van mij eruit gehaald. En dit is een van die Poonja Schuller, als je het zo uitspreekt, lipsticks. Dus ook nog in super mooie gradient hulls. En even kijken, dit is Pink Fringe Satin. Of het is een satin. Maar het is een hele mooie roze kleur. Daar komen nog allemaal foto's en dergelijke van. Ik vind die in ieder geval een super mooie kleur. En hij heeft het dus deppend aangebracht. Niet smeren, maar echt deppen. En dan staat het echt super mooi. En dan kan je er nog een beetje een doorzichtige gloss overheen doen. En het zag er echt zo mooi uit. Misschien is het een verkooppraatje, misschien niet. Ik heb hem in ieder geval meegenomen. En deze kostte ook iets van 27 euro. Maar ik wilde hem heel graag hebben. Dus dat bij MAC. Vrijdagochtend hadden we niet zo heel veel tijd voor het uitchecken. En Pieter wilde nog wel drinken halen voor onderweg. En in de mall achter ons, waar we dus de metro in gingen, dat is ook een Sephora. En ik heb daar eerst zitten kwijlen over het NARS paletten. En toen ik ging vragen hoe duur die was, was die uiteraard uitverkocht. Maar ik heb toch... Ik heb mijn eerste NARS producten daar gekocht. En ik heb daar een blush trio gekocht. En ik moet zeggen, ik vind het een beetje... Ja, zelfgemaakt doosje aanvoelen, maar het is maar een doosje. Dus als ik het zo openmaak, zie je hier dus een kwast. En dan maak je dit open en hij zit daar, voelt echt in die mini aan, maar zeker in zo'n grote doos. Dit is dus een bronzer, een blush en een highlighter. Het staat niet bij welke het zijn, maar ze zijn wel eens mooi. Ik heb ze daar geswatcht en ik had zoiets van wauw. Dus die heb ik meegenomen. Ik wilde gewoon heel graag iets van NARS. En laat ik dus met zo'n eentje beginnen. En super lekker zacht. Urban Decay of dergelijke. Verkrijgbaar is. Heb ik later gevonden dat bij de Douglas op het Wenselsplein wordt in lot verkocht. En dat wist ik van tevoren, maar het was meer... Oh, ik ga even kijken, want ik wilde dus heel graag witte eyeliner. Ik heb van zulke gelliner al een groen turquoise kleur. En die vind ik eigenlijk best fijn werken. Er heb ik vier nieuwe kleurtjes meegenomen. Als eerste nummer 611 AMC 33. Die stond ook op mijn wishlist. Pearl 412. Ik vind die Pearl oogschaduws echt super fijn werken van Ignot. En ik heb er 5 pearls zeker. En ik wilde gewoon een lichtere kleur die erbij paste. Dus vandaar Pearl 407.
Ik wist dat ik iets van peachy oogschaduws op mijn wishlist had staan. En ik ben toen voor deze gegaan. Wilde ik in vraag vooral dit. En dan denk je, wat is dit? Ik wilde heel graag meer glaas sieraden. Ik ga er eentje laten zien. Want ik heb geld gekregen van mijn ouders voor mijn verjaardag. Dus die waren ik ook mooi voor mijn verjaardag. Wat je zeg maar moet verwachten is zo'n doosje. En dan... Zulks mocht ik altijd zulke oorbellen, sterker nog, met een deze oorbellen die ik nou in heb, mocht ik alleen met kerst in. En nu kan ik gewoon lekker zelf bepalen wanneer ik ze draag. En ik wil er nog veel meer hebben. En ik heb nog één en deze zit in een zakje. Nog één, dus dat komt in mijn verjaardag. Verder wilde ik heel graag in deze winkel, dat zal ik waarschijnlijk helemaal niet veel zeggen, maar een beetje bij mijn Tsjechische roots blijven. Misschien een beetje gek om dit in de zomer te kopen. Maar denk je, wat de fuck is dit? Dit zijn eieren. Het is wel zo'n doosje. Kijk. Die worden dus met de hand versierd. En dat is wel echt iets waar Tsjechië ook bekend om staat. Dus volgens mij doen ze dit met wax. En dan gewoon met de hand streepjes maken. En ik heb natuurlijk ook iets voor jullie meegenomen. Dus dit zien jullie binnenkort. Dus, oh ja. En bij de uitkomst had ik al verteld dat mijn mama lief is. Mijn moeder is naar Spanje geweest, naar Bilbao. En daar hebben ze ook een Sephora. En misschien hadden ze daar wel Urban Decay. Maar ik kan moeilijk mijn moeder voor 100 euro aan make-up laten kopen. En zij heeft dus als verrassing, heeft zij 3 nagellakjes gekocht. Hoe super lief is dat? Oh. Dus 2 van zulke kleuren. De een is paarsblauw en de ander is groenblauw, goud, vind. Een soort van peridot. En dit is ook wel heel leuk. Dit is dus, het was zo'n, ze noemen het tie-dye. Ik weet niet of je het boven ziet. Maar dit is dus, zeg maar, net als die sheer tints van OPI. Het is echt super leuk. Wat mama aan mij gedacht heeft, dus. Het is niet wat ik gekocht heb, maar het was wel echt super leuk om thuis te komen. En dat er dan een cadeautje op tafel staat. Dus, dankjewel, mami. Dat was dus mijn vlog van vakantie. Het is echt superveel en super lang. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En tot het volgende filmpje.